De directie van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij heeft de werknemers die dat willen een vrijwillig vertrek aangeboden. Minister Albert Dubitana van Transport, Communicatie en Toerisme laat weten dat de focus nu gericht is op het reddingsplan van de SLM. Het bedrijf zal de staat als aandeelhouder informeren over het financieel plaatje alvorens andere stappen te ondernemen. SLM zal eerst de aandeelhouder in deze regering informeren, de stand van zaken. En tegelijkertijd ook dus aangeven het financieel plaatje, hoe wij daarmee verder, of de SLM daarmee verder aan de slag zal gaan om de schuldpositie, maar ook de liquiditeitspositie om verder te gaan aan de aandeelhouder voor te houden en mede te delen, zodat wij op basis daarvan keuzes kunnen maken. Zodra dat moment er ook is, zal de SLM dit met u delen. Minister Albert Dubitana van Transport, Communicatie en Toerisme afgelopen maandag op de regeringsperskonferentie in de Congreshal. Eerder zijn de berichten over een mogelijke vertrek van de SLM-directie door het ministerie betiteld als fake news.